Voor de 2 HAVO-klas en 2 K van het Geminie College Lekkerkerk was dinsdag 3 november 2009 een spannende dag. Op die dag openden ze hun eigen stripboekenmuseum. Dit organiseerden zij gedurende 6 weken in het speciale Sterprogramma. Een Sterprogramma is een speciaal programma van het Geminie College Lekkerkerk voor HAVO-leerlingen, waarin ze speciale projecten uitvoeren om meer te weten te komen over speciale onderwerpen. In dit geval zijn de kinderen opgedeeld in groepen en hebben allemaal hun eigen taak. Zo zorgt er één voor schilderingen, een andere voor de presentatie en weer een andere voor boeken. Vertel even wat over het STEP-programma, ja, wat we gedaan hebben, wat we nog op plan zijn, wat een STEP-programma inhoudt, dat we bij Boormans geweest zijn enzovoorts. Ja. Vervolgens krijgt Brian het woord. Waar is die? Die houdt een toespraakje. Waar is die? Die is aan het oefenen, denk ik. Ja, die is aan het oefenen. En die geeft de schaar aan de burgemeester. Is er een schaar? De burgemeester is. Het is een schaar. Ja. Het link wordt officieel doorgeknipt. En dan krijgt de burgemeester van Rijen een rondleiding langs de diverse standjes. Waarom? En daar heb ik jullie voor hierheen geroepen, want ik wil dat je dan met je groepje bij je onderdeel gaat staan. En dat je als er vragen zijn, dat je een antwoord geeft en dat je wat merkt dat je ook echt erin verdiept hebt, dat je wat van Suske en Wiske af weet en dat je iets erover kan vertellen. En dan hebben we alleen met antwoorden van ja en nee, is dat niet voldoende. Dan wil ik ook echt een verhaaltje horen over hoe je eraan gekomen bent bijvoorbeeld. En waarom we het zo gedaan hebben en hoe het allemaal gegaan is. Maar je staat dus gewoon rustig bij je onderdeeltje, je staat stil en je wacht tot we langskomen. Is dat voor iedereen duidelijk? Ja. Wie staan er bij Suske en Wiske? Vinger. 1, 2, 3. Wie staan er bij... Ik denk dit moet eten. 1, 2, 3. Wie staan er bij op Asterix en Obelix? Oké. En Donald Duck? Ryan, ik. Hallo. En wie heeft er nou nog geen plekje? Roos. Toch? Nou, nou dan ga ik onder de tafel. Ja, ik doe wel gewoon wat. Roos, ja, jij bent secretaresse geweest. Ja. Jij bent leeshoek. Ik vind het niet erg hoor, ik ga alweer. Jij bent leeshoekbegeleider. Ja. Roos. Jij doet de leeshoek. Jij gaat lekker op de bank zitten hier. Oh, yes. En je vertelt wat de bedoeling is van de leeshoek. Ja? Oké. Ik wil dat je nu niet ver meer wegloopt. Want om 2 uur gaan we echt beginnen.
Jongens, kom er even bij. Jippie, ja, want ik wil natuurlijk wel enige uitleg hebben. Zorg die komt. Goed zo. Kom er even bij. Ik zie al wel een paar bekende stripfiguren. Ja. Goedemiddag. Sebas, Danny. Je hebt eigenlijk een beetje te druk geloof ik nog. Dat kan, hè? Nou, het was wel spannend of dat we inderdaad om 2 uur klaar zouden zijn. Okay. Maar het is gelukt, het is gelukt. Nou, dat is al op zich al een felicitatie waard, hè? De klas die hier staan is N2K van het Chemie College. Ja. De HAVO-afdeling. En in het kader van het STEP-programma. Ja. Dat is op dinsdagmiddag draaien we allemaal projecten. Op dinsdagmiddag hebben we gekozen voor een museumproject. Okay. Een museum-STEP-programma. En in onderling overleg hebben we besloten om een stripmuseum te maken. Nou, leuk. Een paar weken geleden zijn we met z'n allen in Rotterdam geweest, bij Boijmans van Beumingen. Ja. Daar hebben we een rondleiding gehad. Ik zet even mijn tas weg als jullie dat En daar hebben we rondgekeken en hebben we van de gids te horen gekregen. En die heeft ons laten zien hoe objecten, kunstvoorwerpen bij Boijmans bewaard worden in het archief. Mm-hmm. Hoe objecten gerestaureerd worden, hebben ze ons laten zien. Ja. En vervolgens zijn we in een workshop, zijn we zelf kunstvoorwerpen en objecten gaan restaureren. We zijn zelf voorwerpen in gaan pakken met handschoenen aan, in Wat hele leuk. Grote kisten. Ja. We hebben ook, in het kader van de PR, hebben we posters gemaakt. Nou, en toen we allemaal wisten hoe dat ongeveer in elkaar zat, zijn we bij ons op school aan de slag gegaan om zelf een museum te maken. En omdat we gekozen hadden voor een stripmuseum, ja, hebben we verdeeld in verschillende afdelingen. Een afdeling Donald Duck, een afdeling Asterix en Obelix, een afdeling Kuifje en een afdeling Jongenshelpmuseum. Suske en Wiske. Ja. Nou, en het was verbazingwekkend wat er allemaal boven tafel kwam qua boeken en qua andere voorwerpen, maar van alles wat met Donald Duck en mijn stripfiguren te maken had. Ik moet wel zeggen dat er een bijzondere vermelding uitgaat naar Brian. Want dit is onze Donald Duck specialist. Zelf. En Brian gaat het openingswoord verrichten. Ja. Ja? Geweldig. Brian, doe je best. Nou, dames en heren. Welkom hier bij het Stripfigurenmuseum. En we gaan het zo meteen openen. En we hebben het met veel lol gemaakt en veel lees- en kijkplezier. Geweldig. Wat moet er gebeuren om binnen te komen? Ja, de burgemeester moet eerst het lint doorklippen. Pak de gaten. Dat is een vast item voor burgemeester. Linten knippen kunnen wij als geen ander. Dat iedereen stelling staat, want dat moet allemaal vastgelegd worden natuurlijk. Ja, daar komt ie. Hey. En hoe heet dat dan? Hiermee verklaar ik het stripmuseum geopend.
Gefeliciteerd. Ja, bedankt. En door hem te feliciteren, feliciteer ik jullie allemaal. Ik vind het een erg leuk idee, laat ik daarmee beginnen. Ik kan me voorstellen dat jullie alle familieleden gevraagd hebben, dat jullie alle huizen geplunderd hebben om aan dit materiaal te komen. En ja, het lijkt me gewoon heel erg leuk om hiermee bezig te zijn. Hebben jullie dat allemaal ook gelezen? Of is het gewoon een kwestie van, we hebben het nu verzameld en we kijken wel of er wat bij zit wat we willen lezen? Ja, het was meer om een museum zelf te maken. Het is niet echt om zelf te kunnen lezen. Nee, ik begrijp het. Ja, we het is meer om te laten zien wat er allemaal ja. is. Okay. We hebben wel een leeshoek en zo. Ik vind het er erg leuk uitzien. En ik kan me voorstellen dat dat met, zoals jij zegt, met veel lol gemaakt is. Ja. Nou, mijn complimenten hiervoor. En ja, zo zie je maar weer wat er allemaal komt kijken, hè, bij het hebben van een museum. Ik zal daar nog even iets aan toevoegen. Waarom weet ik dat eigenlijk vrij goed? Ik heb in een bijna even grote gemeente als Nederlek gezeten. Daar was ik ook burgemeester. Die was ietsje groter, niet veel. En die gemeente heet Briele. Nou, Den Briel, Briele kennen jullie natuurlijk allemaal uit de geschiedenis. En wat heel bijzonder is voor een gemeente van 16.000 inwoners, Briele heeft een historisch museum. Omdat er ook zoveel dingen uit het verleden zijn, zijn die daar allemaal samengebracht in een museum. En dat is heel voorzichtig begonnen met een soort kamertje waarin mensen gingen verzamelen. Maar dat is nu een heel groot oud pand, helemaal gevuld met mooie dingen, met leuke verhalen erbij. Is een echte conservator van het museum. En er zijn heel veel bezoekers jaarlijks. Er zijn veel gidsen en vrijwilligers die mensen rondleiden. En ik mocht destijds voorzitter zijn van de museumcommissie. Dus ik heb heel veel te maken gehad met aankoop van stukken, uitlenen van stukken, het restaureren van stukken en het goed bewaren in depot. Want je wilt ook niet constant een vaste tentoonstelling hebben. Integendeel, je gaat af en toe nieuwe tentoonstellingen maken om die bezoekers die komen ook te interesseren om over een halfjaartje weer terug te komen. Want dan is er weer wat anders te zien vanuit een ander thema of een andere invalshoek. Nou, wie weet heeft met deze actie van jullie school, want ik vind het een vreselijk leuk idee, wel ergens is er bij iemand een beetje dat virusje terechtgekomen van dingen willen bewaren, goed willen neerzetten en anderen laten zien. Misschien is er hiermee wel een toekomstige conservator van een museum in de dop aanwezig. Je weet nooit. Ja. Ik vind dat erg leuk. Mijn compliment. Dankjewel dat ik de opening mocht verrichten. En ja, veel succes met jullie verdere werk hiervoor. Ik hoop dat er veel bezoekers komen kijken, want dat is ook nog even belangrijk. Dat er veel bezoekers komen kijken in jullie museum. Okay. Dankjewel. Okay. Wil jij de burgemeester even rondleiden? Dat zie ik in het museum. Jongens, dan gaan jullie even allemaal je eigen afdeling. Oh, dat is ook leuk. Brian, begin daar. Dit is in ieder geval de geschiedenis van Donald Duck. Oh, wat leuk! Ja, ja. Ik weet nog dat ik als meisje van, ik meen dat ik 6 was, werd ik geabonneerd door mijn moeder op de Donald Duck. En dat was de eerste keer dat Donald Duck in Nederland gesteld verscheen. Dus ik heb het eerste jaar van de 54 of zo. 34ste officieel geboren. Ja, ja, dat was in Amerika natuurlijk. Nou, in Nederland kwam hij binnen toen ik een jaar of 6 was. Dat moet in 51 of 52 zijn geweest. 52, hè? Ja, zie je wel. En ik mocht gelijk abonnee worden. Okay. Ja hoor, ga je gang. Oké. Okay. Dit is Asterix en Obelix, dat is ook heel leuk, hè? Op de PowerPoint ziet u panoramiek. Ja. Wat ze doen in het. Dat hebben jullie er zelf allemaal ingelezen, met een scanner en zo. Nee, dat heb ik opgezocht. Oké, dat is ook heel leuk. Dus een verzameling gemaakt van afbeeldingen van jullie onderwerp. Ja. Oké, hartstikke leuk. Van het overdrank. Geweldig, hè? Ja. Dat moet er allemaal in? Ja, volgens ons wel. Alle mensen. Nou, als ik dat zo bekijk, de combinatie van al die dingen, ik vind het waarschijnlijk niet lekker. En hier zo hebben we... Vindt alles stukken goed? Ja.
Alle persoonlijkheden. Oh, dat vind ik ook leuk. Dat wist ik niet. Dus, nou ja, ik vind wel als iemand bij jullie museum komt, dat hij daar ook echt wel wijzer vandaan komt. Want dit wist ik bijvoorbeeld niet wie de schrijver was en wanneer dat is geweest. Leuk. Hele apart. Ja, prachtig. Wie heeft dat gemaakt? Sorry. Ja, het is eigenlijk een beetje de klas, hele klas heeft. Ik vind hem erg leuk. Heb ik daar nog tekeningen over gemaakt? Nou, geweldig. Leuke afdeling zo in het museum. Ja. Dankjewel. Nou, waar moet ik nu heen? Want Menno is mijn begeleider weg. Ryan. Bij jou? Moet ik bij jou zijn nu? Oké. Oh, hier kun je lekker even gaan zitten en een stripboek pakken. Nou, geweldig. Ze liggen er ook allemaal weer, hè? Ja, ik zie het. Leuk. En wie heeft dit ingericht? Hebben jullie dat gedaan? Of jij dat? Met z'n allen. Oké. En waar zijn we hier beland? Kuifje? Oké. Ja, ik moet eerlijk zeggen, die heb ik nooit gelezen vroeger. Donald Duck vond ik leuk en ik vond Asterix vond ik ook leuk. Kuifje was ik niet helemaal kapot. Ik denk dat het meer voor jongens is. Ja, dat denk ik ook. Dat zou kunnen, hè? En zeker in de tijd dat ik jong was, toen was er een groot verschil tussen wat meisjes leuk vonden en wat jongens leuk vonden. Dat is later is dat een beetje vermengd. Want ja, ik heb een dochter die vond het leuk om met garages en auto's te spelen. Die gaf niet om poppen. Maar toen ik nog jong was, toen was het wel zo dat er jongensachtige stripboeken waren en meisjesachtige. En het Kuifje was meer voor de jongens. Maar het is erg leuk. Je hebt ook een flinke verzameling zo te zien, hè? Oh, dat hoort er niet bij. Nou, voor gaan staan, valt het niet. Engelse strips. Oh, oké. Okay. Ja, een beetje de normale. En boven je. Hartstikke leuk. Kuifje in Afrika. Kuifje in Afrika, ja. Leuk. Nou, gefeliciteerd met jullie mooie hoek. Dankjewel. En waar ben je hier? Ah, Suske Whisky. Ja. Ja, het is eigenlijk Belgisch, hè? Maar het spreekt ook hier wel aan, hè? Ja. Jullie vinden het heel leuk. Zelf ben ik een heel groot fan van Suske Whisky. Is dat zo? Ja, dat is de grootste samenleving. Oké. Er komt ook een heel groot gedeelte van anderen. Oh ja, wat leuk. Prachtig. En dat is de tekenaars of zo? Ja, dat is de schrijver, Willy van der Steen. Oh, oké. Okay. Hier hebben we er ook een hoop van. Ik zie het, ja. We hebben hier nog een schrijver van lezen, dan kun je naar de lezers meenemen. Er zijn inderdaad wel veel, hè? Maar die hebben jullie in Marokkanen in bruikleen. Die moeten zeker allemaal terug. Ja, dat is wel. Nee, maar zo hoort dat ook. Maar wat leuk dat ze beschikbaar wilden stellen. Hier ook zijn ook in Engeland. Ja, ja, we hebben ook Engelse. We hebben ook Engelse voor de komende jaar van in Nieuw-Zeeland. Ja. Apart. Ik heb nooit geweten dat het ook in Engels uitgebracht wordt. Ik heb ook een taaltje, heb ik verschillende strips waarin Engels is. Het is een andere strip, zoals hier met Wiske, die heeft hier andere haar in. Klopt. Hey. Het is van de oudste, dus oudste haar vind ik hier erg. Oh ja. Ja, het is ook logisch. Je hebt het gewoon een beetje aangepast aan de nieuwe, aan de nieuwe mode, zeg maar. Wat leuk. We hebben hier ook de eerste strip waarin Suske voorkwam. Ja, dat is zeker leuk. Maar dat moet je ook maar net weten. Maar ja, dan hebben we dat ook op de informatie gezet. Oh, ja. Dan staat hier ook eerste verschijning, het einde van Amazon. Oké. Leuk hoor. Ja. We hebben nog zoveel mogelijk informatie geprobeerd op te schrijven. Mensen daar niks natuurlijk over weten, dus het is natuurlijk altijd wel leuk om daarover te weten. Nou, fantastisch. Dames, ik vind dat jullie een hele professionele presentatie hebben van Suske. Dankjewel. Dan komen we bij de Donald Duck. Waar is dat? Oh, ben ik die overgeslagen? Oh, de Donald Duck. Heel wat leuk, dat vind ik leuk. Zo teken hier Donald Duck. Met de stamboom ook daar. Oh, en wilde dat ik dat vroeger had gehad, dat ik had geweten hoe ik dat moest tekenen. Hoe je de eerste Donald Duck is? Ja. Die heb ik dus vroeger gehad. Oké. Ja, dus op de Nederlandse en Vrolijk. Ja.
ik in 52. Ja, toen ben ik inderdaad gelijk. Ik 15 cent. Mogelijk. En ik heb 5 jaargangen gehad die mijn moeder keurig voor mij niet inbinden. Dat waren dus hele boeken. En toen had ik een neefje die woonde in Purmerend. En die moest een operatie aan zijn voeten ondergaan. En die moest heel lang in bed liggen. Maar dat allemaal door wat ik zeg. Heb ik mijn hele 5 jaargangen daar naartoe gebracht, maar nooit meer teruggekregen. En dat is achteraf wel jammer. Want dat waren echt de eerste uitgaven. Oké. Okay, ja. Onderbroeken. Alles. En een knuffel. Onderbroeken zelfs, ja. Zeker. Is dit een museumwinkel? Nee, niet een. De onderbroek is waarschijnlijk een James collectie. Nee. Alles is van Brian's collectie. Ga jij dat idee overnemen? Zijn er, dit is heel leuk om te wat een leuke dingen, jongens. Oh, er zijn wel heel erg leuke dingen. En luchtjes. Brian. Brian. Nee, dat is gewoon hier. Er zit water in. Water? Tas. Ja. Vanuitgebracht. Omdat die al op is. Ja, is heb je dit dus helemaal gebruikt? Ja, dit was toch wel mijn favoriet, hoor. Ik vind het nog leuk. Ja. Ik lees het nog wel eens. Ja, dat is ook erg leuk. Ik vertelde net, ik heb in 1952 werd ik gelijk door mijn moeder geabonneerd op de Donald Duck. Ik heb de allereerste uitgave gehaald. En ik had op een gegeven moment 5 ingebonden boeken van de eerste 5 jaar gehad. Ja. En ik had een neefje, die woonde in Purmerend. En die moest aan zijn voeten geopereerd worden. Die moest weken in bed liggen. Dat vond ik zo vreselijk zielig. Heb ik mijn 5 boeken te lenen gekregen. Ja. Altijd in u en later zo spijt van. Altijd in u gehad, dat is heel bijzonder. Ja, dus zijn dat ze echt heel anders uitgekomen. Ja. Ja, de eerste zie je hier op een plaatje. Mij kwam dat heel bekend voor. Hoe was het meer een gast? Ja, hij zag er anders uit, dat is waar. Ja. Nou, ik vind het heel erg leuk. Ik vind dat u iets heel erg leuks hebt losgemaakt. Ze zijn ook heel enthousiast ervoor. Ja, maar ze zijn zelf op gang gekomen. Oh ja. Maar op een gegeven moment, wat voor onderwerp kiezen we nou? Ja, maar het is een heel leuk onderwerp. Oh, oké. Heel erg leuk. Ze doen leuke dingen hier, dat lijkt maar. Ja. En ze zijn er ook heel druk mee bezig, dat kun je merken. Ze zijn helemaal getrokken, hè? Ja, ja. Ja, maar het heeft wel voor iedereen moeten groeien, hoor. Dat is niet van het begin af aan zo geweest. Wat wil jij mij laten zien? Dit hebben we voor je. Oh, wat schattig! Stickers. Wat leuk, oh, die bewaar ik zeker. Misschien gebruik ik ze wel een keer. Ik vind het zo leuk, al die uitdrukkingen in het gezicht. Zoals ze en daarop getekend worden. En kaartje voor de foto's. Hartstikke schattig. Waar de foto's staan. En dan kan ik mezelf vinden dan. Ja. Oh, wat leuk, wat een goed idee, heel charmant. Dankjewel. Ja, ik had het niet. En veel succes ermee, hè? Ja, ja. Ja. We hebben strip en we hebben ICT-specialisten. Ja, ja, leuk. Ja, ik heb zelf 3 kleinkinderen, de oudste is 12. Ja. En die is op de RSG Oud-Beijerland, nu dit jaar voor het eerst, die is net toegetreden. En die is zo gelukkig, want nadat hij aangemeld was, stond er ergens in het heeft er in het AD gestaan, dat die RSG nou juist een afdeling heeft waarbij kinderen hele mooie spelletjes maken voor de computer. En dat die daarvoor bekend staan in Nederland. Kijk, zegt die oma, ik ga een school die ik leuk vind, want hij wil iets met computers gaan doen. En hij doet het ook al vanaf zijn 3e of 4e, dat is wel voor ons als oudere mensen nauwelijks bij te benen, zoals die kinderen daarmee om kunnen gaan. Maar nou. Ik geef zelf hier op het Gemini College informatiekunde, maar er zijn een flinke groep kinderen die zijn echt heel enthousiast met de computer. Ja, en die zijn ook heel goed, ja, vind ik. Ook heel goed. Ze zijn zo snel van begrip, snappen onmiddellijk wat er moet gebeuren. Ja. Ik zeg echt, dat zijn nieuwe tijdkinderen, ze zijn anders dan wij. Ze kunnen ook makkelijker schakelen. Maar er is ook een groep. Die vinden dat helemaal niks. Ja. Hoe jij daarbij? En die moeten ook nog een appelleren. Ja. Ze kunnen allemaal geweldig spelletjes spelen. Ja. Maar om nou echt iets te maken met PowerPoint of met... Ja, precies. Dat is weer wat anders. Dat is dan weer een heel andere vraag. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. En als die kinderen... Het gebruiken of er daadwerkelijk zelf creatief mee zijn, dat is het verschil, denk ik. Ja, en als die kinderen, als die het niet leren, dan gaan ze in de toekomst wat missen. Ja, dat zal best, ja. Met mijn spelletjes spelen kom je niet verder. Nee, dat klopt. Nee, ik merk ook al dat mijn kleinzoon is zijn eigen website nu aan het bouwen. Ja, precies. Ja. Ik zou het niet eens kunnen. Ja, nou laat Justin, laat daar eens gaan, hoor. Gaan, hoor. Zo, ja. Geweldig, hoor. Ja. Nou, hij is ook hartstikke leuk. Hem kom ik natuurlijk iedere maand tegen. Okay. Ja, want hij werkt bij Vrolijk en dat doet hij de opname van de raadsvergadering. En nou, die zit ik voor, dus wij kennen elkaar inmiddels vrij goed. Ja. Ja.
Dat gaat erg leuk. Ja, had ik al. Tot ziens. Ja. Bedankt.